Hoi allemaal, ik zit hier in de kleedkamer waar zo dadelijk het duo Langmoed zich gaat voorbereiden op de voorstelling. En ik wil jullie even uitleggen wat wij hebben bedacht voor de nieuwe vorm van de Vraag maar Raak. Dat is een onderdeel wat al sinds vorig jaar op onze Facebookpagina te vinden is. Waarbij we steeds aan een cabaretier vragen om een antwoord te geven op een vraag en een nieuwe vraag te bedenken voor een volgende cabaretier. Wij hebben een vraag bedacht voor Langmoed. We vragen aan Langmoed of zij weer een vraag willen bedenken voor Tineke Schouten. Tineke Schouten vraagt weer aan Erik Koller, enzovoort, enzovoort. En daar gaan we allemaal leuke filmpjes van maken. En die filmpjes die gaan wij plaatsen op onze Facebookpagina. Dus ben je benieuwd wat er allemaal voor vragen bedacht worden en de antwoorden die erop gegeven worden, houd dan onze Facebookpagina in de gaten. Hoe heeft de deelname aan Cabaretten 2011 jullie carrière veranderd? De kans gekregen om op heel veel en leuke, interessante locaties te mogen spelen, sowieso. Ja, ja. En heel veel fijne mensen, interessante mensen leren kennen. Gewoon waar we dan weer met de toekomst weer mee samen kunnen gaan werken. En zo valt het. Boekingskantoor, avondvullende voorstelling en hier zijn we terug. Ja. Ik wil eerst en vooral even zowel de groetjes doen aan Tineke als ook aan Berger. Dag Berger. En dan zou ik heel graag willen weten of ze na haar, nu ze heeft al een ontzettende rijke carrière achter de rug en waarschijnlijk nog vele jaren dat ze bezig zal zijn. Maar heeft ze misschien een aantal gouden tips voor beginnende cabaretiers zoals wij? Ik heb ook eigenlijk nog wel een vraag. Gelet op het feit dat een van ons twee een cabaret-coryphée is, ik zal het zo zeggen, en het andere toch een kleiner talent. Ja. Of het ook niet voor Tineke interessant kan zijn dat we iets samen doen. Ik denk dat dat haar carrière wel enorm kan helpen. En anders die van ons. Ja. Dus laat maar weten. Bel ons. Bel ons.